De wijziging in het staatsbesluit van 31 mei 2024 voor bedrijven en beroepen moest komen, benadrukte minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken gisteren tijdens een persmoment op het departement. De bewindsman geeft aan dat een groot deel van de illegaliteit van werkzaamheden bij installatieprojecten tot het verleden zal gaan behoren. Uitgekomen. Maar let wel, dit is de eerste fase. Want er is nog veel ordening gevraagd. En die ordening moest komen. Het is al gepresenteerd en gezegd door voorgaande sprekers. Het bijzondere vind ik dat, één, we ordening en mogelijkheden hebben gecreëerd voor alle groepen. De mensen op het hoogste niveau, ik noem dat even ADEC plus. Daartussen de PTC plus opleidingen en de NATIN plus opleidingen. Want dat was één van de heikelpunten en we moesten de knoop doorhakken. Tweede is dat al deze groepen kansen krijgen. En ook bij het KKF kunnen we dat stimuleren via ondernemerschap. Dat is een belangrijke ontwikkeling. De minister geeft aan dat het de eerste fase is van de verandering op het gebied van wetgeving. Er zijn standaarden gezet om installatiewerkzaamheden professioneel te laten verlopen, zegt Noor Mohammed. Wat zijn de volgende stappen, inderdaad? Wij gaan bij ons verder met de ordening van het vergunningenbeleid. Dat is wat gebeurt bij de one-stop window. We hebben tot nu toe alles een beetje toegelaten. Maar nu komt er een beetje een zware ordening. We gaan over een paar weken ook starten met de eisen voor deelname aan aanbesteding. Die gaan veranderen. Dus wat uw vraag is inderdaad dat met dit samenbesluit de hele sector door die molen gaat. We willen schone lijsten hebben, want het bedrijf van 50 jaar terug is niet hetzelfde bedrijf vandaag. Dus die moet weer even een hertoets doen, eventueel. Noor Mohammed geeft aan dat het ministerie samen met de bouwsector gaat werken aan de verhoging van de controle op veiligheid bij bouwwerken in het hele land.